De zoektocht naar een nieuwe trainer bij Racing Genk blijft maar duren. De naam die vandaag viel was die van Yannis Anastasiou. Maar ook hij zou nu bedankt hebben voor de job. Op dit moment is hij trainer bij het Griekse Panathinaikos. Na Frank Verkouteren zou nu ook Yannis Anastasiou passen voor de job van hoofdtrainer in de Crystal Arena. Nochtans had de Griekse ex-aanvaller interesse in een terugkeer naar België. In 2000 speelde hij nog bij Anderlecht en tijdens zijn Roda JC-periode woonde hij zelfs 3 jaar in Genk. En hij ging ook vaak naar Genk kijken. Hij zal daar ook nog wel zijn contact hebben. Ook de Griekse gemeenschap in Genk zal natuurlijk ook wel parten spelen. Hij kent daar veel mensen. Het verwondert me niet dat hij het graag wil. Maar vanuit Griekenland zijpelen nu de berichten door dat Anastasiou toch niet weg wil bij Panathinaikos. Opnieuw een coach die dus nee zegt tegen Racing Genk. De club moet dus verder op zoek gaan, want de gedroomde trainer Peter Maas wil zo laat op het seizoen niet meer weg bij Lokeren. En dus wil de club een tussenpauze tot volgend seizoen. Dan zou de Lommelaar wel openstaan voor een vertrek. Sommige supporters hopen dat Maas zich alsnog bedenkt, maar die kans lijkt vrij klein. De vraag is alleen welke trainer er zin heeft in een interim avontuur. Of komt Genk alsnog met een grote naam die het tij helemaal kan keren? Want een club als Genk kan en mag zich geen tweede rampseizoen op rij veroorloven. Maar volgens ex-Genkenaar Tom Soetaars is er dan meer nodig dan een goede trainer. Ik hoop gewoon dat dat snel terug rustig wordt en dat daar een goede coach komt. Dat er wat kwaliteit bij komt, want men praat over een coach, maar als je ze ziet spelen in de competitie, moet je toch wel kunnen stellen dat er ook nog kwaliteit bij moet. Zeker achterin en misschien hopelijk nog een goede middenvelder. Als Jelle Vossen vertrekt, heb je nog een spits nodig. Maar dat zijn wel 3 sleutelposities eigenlijk in het elftal en dat moet zeker ook bijkomen.